start is gevallen. Paarden zijn onderweg en een hele snelle start van Officer Steven. Niemand is sneller dan de favoriet en Officer Steven gaat als eerste op weg naar de bocht. Tweede aan de buitenkant, ook een flitsende start van Durk en Boko. Die ligt al op plaats 2, kan ook inparkeren. En derde aan de relingzijde is ook beter dan verwacht begonnen. Everest Veda Cap. Carola blijft aan de buitenkant hangen, ligt vierde. Vijfde aan de relingzijde is Mr. F. Daag. Dan valt er een klein gaatje naar de beide paarden van Michel Rotegatte. City Guide, de baanrecordhouder als voorlaatste. Lumumba heeft de start op safe gepakt en ligt zevende. Zo zijn de paarden voor de tribune. Benieuwd naar de eerste tussentijd. Die wordt neergezet door Officer Steven. En Durk en Boko ligt er vlak achter. Die loopt bijna even hard. De opening 1-8-4. Dan zitten we ruim onder het baanrecord. En gaan we de laatste kilometer in. Leiding in handen van Officer Steven. Op baanrecordkoers dus. Durk en Boko ligt tweede. Uit de start van het veld komt nu Lumumba naar voren. Maar die wordt opgevangen door Mr. F. Daag. En zo gaan de paarden de Z-turfbocht in. Niemand komt voorlopig echt in de buurt van Officer Steven. De enige die in de buurt kan blijven is Durk en Boko. Derde plaats is voor Everest Veda Cap. Vierde aan de relingzijde Carola. Het eerste paard aan de buitenkant is nu Mr. F. Daag. Achter hem aan gaat mee naar voren Lumumba. En aan de binnenkant blijft City Guide. Komt de tweede tussentijd aan. Zou dat in de buurt van de 1-10 zijn? Dan liggen we op koers van 1-9. 1-12-7, maar nog wel steeds baanrecordkoers. Uitgeschakeld, nummer 2, galop. Gaan op weg naar de laatste bocht. En één keer kijkt Tesselaar nog om en neemt afscheid van het veld. Kijken of iemand hem nog terug kan halen. Mr. F. Daag gaat het proberen aan de buitenzijde. En zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Maar er lijkt geen kruid gewassen vandaag tegen Officer Steven. Officer Steven, Durk en Boko nog op plaats 2. Mr. F. Daag ligt derde. En ze zijn in de laatste rechte lijn. Officer Steven is er nog niet. Als Durk en Boko er zo dichtbij liggen, kun je er nooit helemaal gerust op zijn. Officer Steven. En daar komt ook Mr. F. Daag nog een keer aan. Mr. F. Daag aan de buitenkant gaat naar de tweede plaats. Helemaal vanaf de laatste plaats komt City Guide. Maar niemand klopt Officer Steven. 1-0-9-8 over de laatste 500 meter. En hij is binnen in een tijd van 1-10-2. Baanrecord.